Hey kijkers, van dus David Kraft, welkom bij MindZ Legends met de Duf. Hallo. En de... Rutger. Oh my. Nou, welkom dus bij ons. En we gaan dus hier deze keer wel door het gat heen vallen. Ready, 3, 2, 1. Nee, dat zeg ik. Ik wil dat niet, hè? Nee. Ik van het randje af. En waar gingen we helemaal heen, zei je? Naar Fort Haring? Ja, Fort Minecraft Haring. En dat is de laatste. En dan gaan we naar de Floating Islands, toch? Ja, ongeveer. Dus deze kunnen wij vrijwel snel looten, aangezien er 5 epic spannen en een stuk of 8 rare. Dus als we dat hebben, dan zijn we eigenlijk meteen ready to go. Die hoeven niet nog een keer te gaan looten, dan we kunnen daar gewoon gaan. Oh joh, er is een zombie achter. Ja, ik heb per ongeluk shift ingedrukt met zwemmen net. Dus ze kunnen er meerdere zitten. Per ongeluk! Hij noemt je ook gewoon heel rustig een hond. Maar die zombie kan snel zwemmen, gek. Hebben we nu C? Nee, zombie maar C. Hey, even een check. Wat hebben jullie allemaal? Want ik zie dat Duffy die heeft Iron Body, Iron Broekie, Chain Boots en nog wel een leather cappy. Jij bent full chain, net als ik. We hebben allemaal wel een smite knockback zwaard, volgens mij. Yes. En ik heb nog een gewone iron zwaard als backup. Ik heb 4 splash bottles en 6 gewone heal bottles. Nou, ik heb geen splash bottles, maar dat is het niet. Ik heb bandages ready en alles. Bandages, die moet ik ook even in mijn normale E zetten. Goed idee. Fort Haring, hoe ver is dat? Dat is, as we speak, nog 900... Jezus, nou, waar zullen we het even over gaan hebben? Oh ja, over onze vorige ervaring met dat ene stomme, hoe heet het? Floating Islands. Oh my god. Het was zo. Je moet daar eerst een jump maken, die je eigenlijk beter met een double jump kan doen. Dus dat je echt sprint. Dan kom je op een soort stukje waar voor mij een pigman spawner zit. Daar bleven wij te lang staan. En toen werden we allemaal afgemaakt met één grote explosie. Klopt, dat ging vrij snel toe, ja. Ja. En toen ging Colin opnemen, toen ging hij ook dood, volgens mij. Ja, jou inderdaad gaan opnemen en dan ons uitlachen dat we doodgaan en de eerste jump nog niet eens kunnen maken. Ja. Beetje een clown fiesta, zo te horen. Ja, maar Rutger, jij moet echt goed opletten daar ook, hoor. Want kijk, oké, wij zijn er geweest, we hebben gefaald, oké. Maar voor een nieuweling is het wel even helemaal goed opletten. Maar we zijn nog niet verder gekomen. Misschien is wel de truc, aangezien die beesten nooit op afstand kunnen schieten, om er doorheen te sprinten door dat stukje en dan gelijk naar het eerste platform te rennen. Ben je daar safe? Nou ja, ja, volgens mij wel. Want Rutger die heeft pijl en boog. Die schiet er alles dood. Gaan we niet meer sprinten. En toch, is dat niet slim? Alleen wat we niet moeten vergeten is dat wel in de grond zitten heel veel spawners daar. En misschien rennen we wel recht op de spawner af. Ja, dat zou kunnen. Als Rutger, heb je een boog met punch? Nee. Die heb ik namelijk wel. Als ik die aan jou geef, heb je power 1 en punch 1. En als we dan die trick gaan doen, het idee gaan uitvoeren, dan kan je ze vanuit daar wegschieten. Dus ik gooi hier even op het land een boog voor jou neer, Hero. Zo van, alsjeblieft, lig daar. Dat is echt een mooi ding. Wij gaan nog heel veel van dit soort eilandjes tegenkomen. Jawel, zitten er heel veel? Ja, er zijn heel veel van dit soort eilandjes hier. Laten we dan een klein beetje van eiland naar eiland gaan. Want dat loopt makkelijker dan het stomme zwemmen. Ja, maar ik denk niet dat we daarmee zijn we er niet sneller. Oh, we moeten echt rechtdoor zeker? Ja. Zuur. En dan komen we langs een paar heuveltjes. Er zit een heer Colin achter mij. Nou jongens, zodra wij bij Fort Haring zijn, dan komen wij bij jullie terug. Dus tot zo meteen. Nou, we zijn nog niet helemaal op de goede plek, waar ik zag in één keer een boot. Dus ik denk, we zijn er in de buurt. We zijn er redelijk in de buurt, toch Duf? Ja, we moeten hier vanaf hier moeten we een klein stukje naar links en dan zijn we er. Dus, gaan we dit ook nog even looten? Ik zie een enchantment table. Kunnen we daar niet die zwaarden samenvoegen? Nee, daarmee een anvil daar, in het huis. Daar kan het wel. Rutger zei het, ik am not sure. Hier zitten trouwens wel een aantal kistjes, namelijk ook 1 epic en 2 rarerinis. Kun je erin? Nee, ik kan helemaal niks. Ik weet niet wat het kan. Oké, op deze boot moeten... Wat staat hier eigenlijk? Rachtas Cove. Oké. Je krijgt alleen een stom verhaaltje als je het andere ding pakt. Ja. Waardeloos, allemaal waardeloos. Oh joh! Jezus. Trouwens, er zit hier een goudmijn. Misschien willen we daar even een kijkje nemen. Huh? Wacht eens even, hadden we nog een button? Ja. Hebben we die daar nodig? Ja. Wil ik die plaatsen? Ja, wat er zit er ook iets wacht, of niet? Wacht even tot Duffy die vast. Ja, maar jongens, wacht, die button, er komt een rode kist genaamd Unknown. Ik zit daar dus. Juist, die willen we toch? Ja? Ik wel. Laat mij en Duffy naar binnen, dan moet één buiten blijven, anders kunnen we er echt niet meer uit. Zet hem neer, Rutger. Oké, en nou is de vraag, waar is de kist? Zoeken. Is er nog niet? Er is hier nog geen kist. Is dat zo'n button hier binnen? Ja, we kunnen. Dus dan kunnen we hier altijd. Chill. Maar... Als ik hier nu zou uitloggen. Nee. Want op een gegeven moment die button. Die verdwijnt volgens mij weer. Dus... Ja, maar aan de binnenkant niet. Nee, dat weet ik. Want volgens mij, als we hier nou met z'n allen even uitgaan. 2 minuten.
dan is die button er nog wel, maar dan spant die kist volgens mij. Ben je dat... even... Nee, maar de blijven staan heeft ook geen zin. Dus we moeten nu even die boot op met z'n allen. Ja, baas. Even de boot. Wat zit hier trouwens? Hebben we hier iets gevonden? Nou, die button hebben we verpest, hè. Oh, ja, ik vond hier wel kisten, maar zat troep in. Maar hier spant wel een epic ergens op deze boot. Kun je naar boven toe? Nee. Hè? Wat is er? Nee, ik dacht misschien, zou daar boven een kist zitten? Nee, vast. Je weet het niet. Je komt pas achter als je het bekeken hebt. Ja, maar dan moet ik daar met een visengel naartoe, hè? Dat zonde. Oh, jeumig. Oké, ik ga alvast even kijken. Ik kan niet meer wachten. Dat is een zombie die boven staat te chillen. Lekker chillen, Bella. Chillen in bubbelbad. Hij is nu dood. Kop je naar zombie. Jongens, waar had je die button eigenlijk geplaatst? Rechts. Oh, die is weg. Nee. Maar de kist is er ook nog niet, dus dat... Nee. Dus dat komt goed. Oké, we gaan door naar Fort Haring. Weet je wat ik heb? Nou? Een rotten flashkanon. Vet. Oké, we gaan verder. Oh god. Is het bij die bomen, Duffy? Bij die bomen, daar... Kom maar rond. Als we bij die bomen zijn, zien we het fort. Dus ja. Volg je ons ook, Rutger, of niet? That's so close. Ben je met je rotte viskanon bezig? Ja. Oké, maar ik wil toch alsof je een andere ingang naar binnen komen dan de ingang die de ingang is. Wat dan? Nou, dan zitten we meteen bij kisten. Oké. Hoe weet je dat er meerdere ingangen zitten? Omdat ik een map heb, hè? Waarom zeg je dat op een Belgische manier? Alleen, de kisten daar. Omdat ik een map heb, hè? Ik wil de Belgische kijkers supporten om Nederlanders te blijven kijken. Maar wacht, dit is toch gewoon de normale ingang hier? Nee, daar heb je ook een ingang daar. Oké. Fort McHarlington. Let's go. Dan moet hier even kijken, hoor. Loop maar rustig door. Ik kijk hier over. Ik zie Rutger nog steeds niet, trouwens. Ik zie een fort met een brug, dus ik loop waarschijnlijk de goede kant op. Volgens mij zit hij ergens onder een geheime gang, want daar zit die epic kist. Oké. Je dat met of zonder X-ray? Zullen we eerst binnenkijken? Nee, ik ga eerst naar de toren kijken. Ja. Je kan hier bij die toren weer naar beneden. Okay, let's go. Ik zag hier. Ik weet niet. Oh, button. Hier ook een button. Wat staat hier? The prisoners have perished. Oké, bla bla. Ja, man, we moesten hier achter komen. Oh, damn it. Maar hier zie ik ook nog niks, hoor. Ah, joh, buttons zijn gewoon fucking rare en is super chill om te hebben. En jammer dat we er niet 25 van hebben. Nee, dus owner van deze server, als je dit ziet... Je stinkt. En je moet geef ons even buttons. Meer buttons maken, ja. Van achter onze zombie, hier, Duffy. Dude. Now he's dead. Oké, we zijn hier in het hoofdgebouwtje. En we zitten in de keuken. En wat hebben ze hier? Oh, ik had er echt vis verwacht. Oké, dat betekent ook dat aan de andere kant ook zo'n mooie kist moet zitten. Oh, we kunnen hier de kelder weer in. Ik kan hier ook naar beneden. Het zit hier vol met keldertjes. Oh, maar het gaat hier heel diep. Heel diep? Maar het gaat hier legit heel diep, boys. Dat is wat je zegt. Oké. Ik hou je wel even op, David. Ja, ik ben er al. Ja. Doe maar. Ga maar lopen. Oké, dan gaan we hier rechtdoor. En zoals je hier kan zien, het gaat hier nog verder naar beneden. Use caution, staat er. Oh. Wees voorzichtig. Op een bordje. Oh god. Oh, waarom ga je dan op een Belgische toon? Ja, ik vind chain leggings, een chain helm en ik vind 10 pijlen. Maar waarom moet je dan voorzichtig zijn? Ik weet het niet. Zit hier nou meer? Nee? Moet je de lava in springen? Wow, ik hoor doorheen. Overal zombies, gek. Wat gebeurt er als ik deze hendel overhaal? Niks. Gelukkig maar. We gaan helemaal naar boven. Waar zitten wij dan nu in godsnaam? Ik weet niet, maar ik hoor hier zoveel zombies dat ik hier wegga. We kunnen ook nog hier helemaal naar boven trouwens. Daar heb je een soort van toren of zoiets waar we ook nog in kunnen. Even kijken, dat is hier. Oh, ja, doen. Oké, wat zit hier achter de trap? Niks, er zit alleen een enchantment table, ik al gekeken. Dat is een beetje lame. Oké, ik ga meteen nog verdieping naar boven. Ja, ik heb hier al iets gevonden, dus ik ga hier even een kist pakken. En er zit in alleen maar vreten. Lekker hoor. Hier. Kidding. Lekker hoor. Ik vind dit een moeilijk kasteel. Oh, ik heb een ijzeren zwaard. Ja, het is een beetje matig, dat geef ik u. Niet echt, ik heb het zwaard. Er staat zwaard 2 op. Wat heb je? Een zwaard smite met? Smite 2. Smite 2, dat is fucking goed volgens mij. Oh, yes boys. Oh yes. Man. Wat heb je gevonden? Een iron body. Een iron body? Ik heb iron leggings. We worden zo sterk. Dit is best wel een goede run. Ja. Ik ga me alleen wel even aan de iets betere PvP'er geven. Dat is, ja wat? Nee, we gaan Rutger even stekken nu. Kom. Ja, dat kan ook. Ik heb die gekke overlevingsskills. Doet wegrennen. Nou, hou die even bij, ik heb niet zoveel ruimte. Hebben we nog meer, dingen om naar boven te gaan of niet? Nee. Jawel, kijk hier. Ja, daar zijn we al geweest. Oh, wat zat daar? Ja, Rutger, daar hebben we dus Iron Body en het zwaard vandaan. Oké. Nou, dan gaan we denk ik richting, toch? Richting de juiste plek? Ja, we moeten, hier naar floating, hè? Ik wil echt naar floating toe. Dan moeten we naar buiten, de boys. Maar, er was hier volgens mij nog een dingetje. Voor mij is hier nog één gebouwtje. Of een toren of zo. Als we hier uitgaan, aan de rechterkant, toch? Ja, dus buiten, ja. Ja, klopt. Daar zitten inderdaad twee rare. Oeh.
kijken, ja, is dit huis. Achter je. Oh, wat lief. Hoi. Nee, doe maar niet. Hey, sla je mij nou? Het zijn de barracks, dude. Misschien dat hier allemaal wel vette shit ligt. Dat. Dude, ik werd in mijn rug genakt door zo'n stom beest. Hier beneden lag een boog. Dat is. Nee. Dat is het? Ja. Ja, ik ga mijn boog ook even weggooien hoor, want daar heb ik echt helemaal drie keer niks aan. Zo. Ik heb nog schoentjes, maar daar heb ik ook niks aan. Water niet vergeten te drinken, want dat kun je daar bij de Floating Islands waarschijnlijk niet meer bijvullen. Ja, ik ben zover, Duf. We gaan naar de Floating Islands. Zeg maar welke kant op is. Deze kant op. Oké, ik volg wel. Dan moeten we zien naar buiten. Ja. Weet heel zeker, vraagt. Wat? Dat we daarheen gaan? Of welke kant het op is? Welke kant het op is. Hebben jullie ooit deze serie verkeerd geleid? Nou. Nog niet. Ik ben hooggeleid, G. Hooggeleid. I got these nuts. Weet je wanneer de Duf een fout maakt? Hoor je in één keer herberekenen. Rij 300 meter. Ga bij de volgende afslag onderuit. Nou, recht hoor. Over de rotonde. Oké. Okay. Ja, nee, dit gaat Gucci. Ja, nee, ik heb hem. Weet je het zeker? Is dit al dat stukje van de Floating Islands? Niet helemaal. Als we hier erop gaan, dan komen we er net niet. Maar dan komen we bij de waterval, als je die kant op gaat. Oh ja, nee, moeten we nog verder. Ik wil zeg maar niet het chunk laden waarbij we de eerste jump moeten maken. Dus we moeten wel even op tijd stoppen zo meteen. Want ik wil dat in één keer doen zo meteen. Oh jee. Oké. Okay. Ja, nee, oké. Okay. Ja, is goed. Dus zorg even dat je zo meteen op tijd op de pik trapt, zeg maar. Remmeke. Op de rem. Je bent op je pik getrapt en je trapt op de rem. Snap je? Ik snap het. Ik ben nog niet getrapt. Dat komt. En Rutger heeft geen flauw idee natuurlijk van dit al. Rutger denkt voor mij dat wij ook een beetje aan het trollen zijn, dat het allemaal wel meevalt. Maar... Die denkt waarschijnlijk, dit is easy peasy lemon squeezy. Ja. Nou, dat is het dus Niezy. Het is Riel, bro. Oh oh. We hebben al dubbel team over hier. My, you want en what? Oh, zo. Smite 2? Nee, 1. Oh, ja, ik had net ook eentje. Te ver en dood was hij. I got these. Ja, we lopen nog steeds goed, trouwens. Ja. Over de bergen en door het woud gaan wij naar Floating Islands toe. Ik ben heel benieuwd. Pots, hoeveel splash potions heb jij? Hier. 4? Wat het misschien wel handig had we er even. Ja, misschien dat handig dat ik er ook even eentje krijg. Dat ik die standaard. Hollanders. Hollanders. Kijk, dan krijg jij er zelfs eentje voor mij terug. Dan heb je er ruimte over. Maakt me niet uit of je het wil. Boeit me niet. Zo. Zeg maar, nee, dan pak de David 2 of... Ja, ik hoef die niet. Ik heb de Instant Health Splash Potion. Ik vind het helemaal dom. hoe ver is het nog, Duffy? Ik probeer zoveel mogelijk over land te lopen natuurlijk. Ja. Het is nog, as we speak, de 700, 600 bloks. Oké. Okay. Maar je wil niet dat het dingen laat, dus... Wat gaan we in godsnaam vinden op de Floating Ice? Afgezien van dat het voor ons natuurlijk een achievement is. Nee, we moeten op 50 blokken afstand blijven ongeveer. Even kijken hoor. Voor ons natuurlijk een achievement van, yes, eindelijk... Hebben we het verslagen, stomme Floating Islands. Maar zijn er leuke dingen daar? Als je even kijkt op de kaart, is daar... Ik zie hier in ieder geval Noom Island. Dat zie ik hier al. Laten we daar even naartoe gaan. Ja, dan heb je wat eten even zoals je... Maar ik zie al meer dan 20 unknown rode kisten. Dus ja, daar zit wel echt shit in. En ook voor de rest is het gewoon unknown en voor de rest alleen maar epic. Niet rare, epic. Dus probleem is wel, als je doodvalt, dan ben je echt dood. Het is niet alsof je nooit. Ja, het is echt de void, ja. Super zuur. Normaal gesproken zit hier een kist, maar nou is het lijkt me niet. Oh, we hebben ook heel veel mazzel dat het lekker een avond begint te worden, dat we aan gaan komen. Want as we speak, waar ik de kant die ik nu opkijk, daar is het. Dan zal ik de map er ook even bij pakken. Even kijken. Ja. Gnome Island. Het is zo'n beetje rechtdoor, hè? Ja, klopt. Dames en heren, we gaan even met z'n allen bij elkaar staan. Ik ben nu full chain. De heren hebben het middelste stukje in ieder geval iron. Wat raar is, want meestal zijn de boots minder zeldzaam, maar I'll take it. We hebben allemaal een enchanted iron sword. De ene heeft een boog, de andere heeft een lelijk gezicht. Wij zijn klaar voor de Floating Islands. Dat gaan we in deel 4 doen. Het laatste deel, hopelijk niet. Want als we het redden, dan komt er natuurlijk nog een deel aan. En dan gaan we, weet ik veel, naar Agna Ignis of zo. Dat kan ook altijd goed komen. Laat even een like achter op deze video als jij zin hebt in deel 4. Abonneer ook eventjes op het kanaal, DDC. Check het kanaal van Duffy als je meer Minecraft wilt. Dat is Duffy Games met 2 S'en. En heer Colin, dat is niet Colin, dat is Rutger. Dat is Serudok. Kun je ook even volgen op Twitter. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken, jongens. En tot de volgende keer. Doeg.